Namaste, Fleur. Ik ben zijn meester, Francis Verviers. Je bent hierdoor hogere krachten bij mij terechtgekomen. Nou, de Argo-arts. In 2 dagen zal ik jou en meerdere verloren zielen in balans brengen. Waarom verschuilt jouw leeuwin zich in haar hol? Nou, mijn leeuwin is het een beetje beu, Francis. Het is duidelijk dat deze parel in de kokkel zich nog niet zal openbaren. Maar deze duif is in het juiste nest geland. Fleur, dit album zal je helen. En deze salie zal je reinigen. Hoor het water. Oh, heel laag. Ah. Je handen nu. Ben je naar achter? Ja. Maak een dipje. Alsof je een opscheplepel bent. Ja. Kom, Fleur, manifesteer je balans. Net als korrels in een zandloper glijd je geduld. Ik heb geen geduld, Francis. Ik probeer het stupide stapeltje steen al 2 dagen op elkaar te stapelen. Het lukt me niet. Goed zo, Fleur. Rijk diep in je innerlijke zelf. Nee, ik kan het niet. Ik wil het niet. Ik ben het niet. Ik stop hiermee. Stop die steen maar in je vol. Fleur, je gaat juist goed. Laat je moeder los, Fleur. Met je geflipte duif en je leeuwin. Je bent toch helemaal gek geworden. Francis, helemaal klaar. Er is niks mis met mij. Francis, sorry. Fleur, luister naar me, Fleur. Je moet het van me overnemen. Wat? Nee, dat kan. Nee, Francis, nee. De leerling verslaat de meester. De leerling wordt de meester. Nee, Francis, ik kan dat niet. Soms is het antwoord dichterbij dan je denkt. Francis. Francis? Francesca. Oh. Hoi. Shalom, Tom. Tim. Shalim. Tim. Jij gaf aan dat je hier bent gekomen. Dat jij... Ik zit een beetje in de knoop met mezelf. Ja. En ook op mijn werk. En ik ben onlangs 30 geworden. Ja. Ja, dat zie je. Dat zie je heel erg aan je Shakira. Chakra. Chakra's. Ja. Ja, mijn tante die is naar Bali geweest. En zo. Dus, ja, en. Ik dacht. En de arts. Dus laten we dit maar doen. Ja. Mooi. Goed. Iedereen heeft 2 wolven in zich, Tom. Tim. Een wolf die hier wel wil zijn en een wolf die hier niet wil zijn. En het is aan jou om te bepalen welke wolf jij voedt. Wolf. Heerlijk. Heerlijk. Kaleidoscopisch oog, kijk omhoog.
omhoog. Je pupillen worden groot. Weet je wat het is, Francisca? Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik nooit helemaal goed zit. Ja, dat ik me anders voordoe dan dat ik echt ben. Ja, dat herken ik wel hoor. Soms. Maar weet je wat ik dan altijd denk? Stenen vallen altijd vanzelf op de plek. Nou ja. Leuk, vormpje ook en alles? Lekker, Picky! Ja, ja. Thanks. Nice. Jammer dat mijn vogel vandaag het nest gaat verlaten. Ja. Ja, Francesca, ik wil je bedanken. Je hebt me echt geholpen. En jij bent ook zo lekker onorthodox. Ja, dankjewel. Shalom. Shalom. Ja. Ja, zeg maar tegen die oude arts dat ik nooit meer naar hem luister.